in deze allereerste aflevering pakken wij Astro TV. Voor dit servicenummer betaalt u 90 cent per minuut. Ik ga naar binnen, ik zeg dat ik een sollicitatiegesprek hier ergens op Mediapark heb. Zo kut. Goedendag, u spreekt met de gemeente Hilversum, met Robin Hood. Wij komen een brandveiligheidscheck uitvoeren. De telefoon, die staat echt helemaal in de hoek. Het gaat met z'n tweeën gewoon binnen. Ik was ons vader, dus ik weet het kapot. Maar ik weet helemaal niks van z'n vrekeutels. Ja, maar je moet. Oké, we gaan. Let's go. Over het leven van het subject, dat is gefeest. Ja, ik weet het niet, maar het is zeg maar deze kamer altijd heel erg koud. Voor de andere kamer niet. Dus laat ik hier aan mee vertrekken. Oké. Het gaat hier om, denk ik. Hoe ver was je met je check hier? Nou, ik zit nu even te kijken. Maar deze doet het niet, of? Nee, ik blijf hier laten komen, want het is hier allemaal op de gang. We hebben het al 7 jaar al gehad. Ik heb in die andere huis ook gehad. Zal ik het even mogen kijken? Ja, we hebben het laatste keer zo hoor. Ja, zijn we even. Top? Is die ook goed? Ja, daar gaat het van. Dus alleen die kamer. Alleen die kamer. Ja, dat is goed. Dat zie ik ook. Dat is goed. Ga ik even door? Krijg dat wel, toch? Ja. Dat is goed, zie je zo. Dus, goed dan. Ja, dank u. Oké. Met de Gier Gastenlijn. Hey Martijn, ik ben Joost. Hey Joost, het is gelukt. Ja, ik moest uiteindelijk ook die kamer binnen. Dus ik heb die gast uit de kamer geluld. Dus hij heeft Niels opgepakt. Maar wat gruwelijk, pik. Niels die is nu wat aan het doen? Joost? Martijn? Shit, ouwe. We gaan nu gewoon bellen aan de zijkant van het gebouw. Hij belt. Hij belt. Privé. Ja, hallo, met de gigastelefoon. Ja, goed. Oh, kijk, jij komt geld doneren. Ja, klopt. Dan verbind ik u even door. Heeft u even de tijd, dan zou ik vooral even aan de lijn blijven. Ja, kut. Weer in de wacht gezet. Ik vind jou eens langer aan bellen. Ja, kort hè. Apart. Gek. Je moet eerst op nu heen. Ja, het kantoor zit hierboven, ze moeten een beetje zachtjes praten. Maar we zijn nu al een kwartier aan bellen. Ben je er nog, Niels? Hallo. Ja? Ja. Oh, ik zet je even in de wacht. Leidt hem duidelijk. Kan je me even geluid spreken? Godverdomme, weer in de wacht. 3, 2, 1. Gucci. Zijn er. Gefeliciteerd. We hebben het. Gefeliciteerd. 40 euro'tjes. Ik hoor nog niks. Nee, maar je kan zo lang bellen als je wil, maar ja. Na 45 kapt hij met tellen. Waarom? Dus ik ga je ophangen. Ja, is cool. Meneer Niels, bedankt voor het wachten en tot de volgende keer. Is dat uw antwoord uiteindelijk? Maar hoe de fuck gaan jullie nu weer, nou, 3 kwartier later, met hun telefoon hun kantoor binnenlopen? Wat de fuck ga je zeggen? Jij gaat ja, ik weet, ik ga gewoon weer beginnen op die cv-ketel. Ja. Dat is eigenlijk, we moeten goed naar kijken. Ik ga nog één keer even daar bij die temperatuur mee te kijken. Ja, we gaan. Good. Dat is goed. Succes. Hey jongens, succes man. Hey, Niels, camera. Here we go.
Ja, goeiedag. Gemeente Hilversum wederom. Ik heb vorige, wat zal het zijn? Anderhalf uur geleden, of een collega aan de telefoon gehad. We zijn bezig met een brandveiligheidscheck. En ik moet nog even iets doorgeven. Okay. Ja, oké. Okay, ja, hartstikke bedankt. Joep. CV-ketel voor de vraag gegeven is gewoon prima. Er zit een hele nieuwe CV-ketel. Ja? Ja, dus het enige wat ik zou kunnen zijn, is bij verwarming zit ook koude vloeistof, et cetera. Moet je een beetje naar uitkijken, dus misschien is het handig om binnenkort even te laten kijken hier. Ja? Ja. Yes, hartstikke bedankt. Ciao, ciao. Fucking nice, ouwe. Ja, toch? Ja. Heerlijk. Ja. Ze hebben niks door. Ze hebben niks helemaal door niks gehad. Dag 3. We zijn allemaal binnen geweest. Ik, Niels en Joost. Dus we kunnen nu niet zonder vermomming. Dus we hebben een kleine verrassing voor in de pet. We gaan namelijk als... Robin Hood! Ik heb gehoord dat we hier een donatie moeten ophalen voor het goede doel. Jullie zijn toch van Astra TV? Wat doen? Ik ben hier naartoe gestuurd om een donatie op te halen. Oké, maar ik ben gestopt. Oh, nou, dan moet ik even met Peter Pan bellen, want... Ja, ik bellen. Ja, ik bel Peter Pan even. Hij belt Peter Pan even. Jongens, wat is dit? Hey Peter. Hey, ik sta hier nu bij Astra TV, maar ze weten helemaal van niks hoor. Nee. Oké, okay. Ja, nee, ik sta hier echt bij Astra TV. Jullie zijn toch van Astra TV? Ja, dat is wij zijn Astra TV. Ja, jullie verkopen toch sprookjes aan de telefoon? Nee. Robin, volgens mij is de naast deze binnen. Ja, hij is binnen? Ja, we kunnen gaan. Oké, okay. Jongens, fijne dag. Tot ziens. Yo, Martijn! Yo, man. Nee? Nee! Waar is hij? Beelden zijn gewist. Nee. Ja. Kon je wel een beetje weten. Jij loopt nu het gebouw uit. Oké, tot zo. Hoi. Kut, hè? Beelden zijn gewist. Maar jij hebt de knoopkamer, heb je nog alles? Ja, knoopkamer heeft alles. Dus we hebben alles. Roze. Wat zeiden ze? Beelden zijn weg, ouwe. Helemaal kut. Nou ja, ze waren gewoon heel erg geschrokken. Want ze hebben heel veel van die nare mensen die hun proberen te ontmaskeren. En zij dachten dat wij dat probeerden. Toen jij zei, maar jullie verkopen toch sprookjes aan de telefoon? Dachten zij dat wij de reactie wilden van, ja maar. Dus zij dachten echt dat wij daar puur kwamen om hun te ontmaskeren. En ze waren bang. Heb je ze verteld? Ik heb niet verteld dat we geld van ze hebben gestolen. Nou, ik was ook heel erg bang. Ze gingen op een gegeven moment naar de telefoon. Maar wie belde hij dan? Oh, een 0900 nummer. Oh, die zal vast niet van hem zijn geweest. Ik zou zeggen, we gaan nu even naar kantoor. En dan gaan we de eindstand berekenen. Oké, jongens, het is tijd voor de eindbalans. Hoeveel geld hebben we in totaal opgehaald bij Astra TV? De eerste dag kwam Martijn naar binnen en die heeft voor maar liefst 28 euro gebeld. De tweede dag ging het nog veel beter. Joost en Niels, die wisten voor maar liefst 36 euro te bellen. En de allerlaatste dag
was het slechts 80 eurocent die Niels wist te bellen. Dat betekent dat we in totaal 64 euro en 80 eurocent hebben opgehaald. In het begin van de aflevering zeiden we dat we 100 euro wilden ophalen. Dat is helaas niet gelukt. Dat betekent ook dat we dus de volgende aflevering nog harder ons best moeten doen om geld op te halen voor het goede doel. Zijn jullie ook zo benieuwd wie ons volgende slachtoffer is? Kijk dan volgende week weer naar een nieuwe aflevering van Robin Hood.